De opmerking die me deze week aan het denken zette, kwam van filosoof, intellectueel, schrijfster Christina Curry. Nee, het was wel interessant wat ze zei. Christina Curry zette namelijk deze foto op Instagram. En als je goed kijkt, heeft ze op die foto blote borsten. Nou, op zich niet zo heel erg schokkend, maar de foto werd gerapporteerd. Ze kreeg er dus problemen mee en bam, van Instagram verwijderd. Zo'n foto zou op YouTube niet eens mogen. Maar wat ze eronder zei, dat was wel interessant. Ze zei namelijk, waarom mogen mannen wel hun borsten overal opzetten zonder probleem? En waarom krijgen vrouwen met blote borsten daar problemen mee? En dat is eigenlijk wel interessant, want het heeft natuurlijk te maken met seksualiteit. Heel veel hetero mannen die zijn gek op borsten, vooral op grote borsten. Als een vrouw binnenkomt, is het eerste waar ze naar kijken, zijn de borsten, zelfs onbewust. Maar waarom dat zo is, dat weten wetenschappers eigenlijk helemaal niet. Ze hebben eigenlijk geen idee. Er zijn wel heel veel theorieën ontwikkeld. Eén theorie is bijvoorbeeld dat wij van grote borsten houden, omdat wij mannen denken dat het toekomstige kind problemen zou krijgen met het melk drinken bij kleine borsten. Als het kindje dan gaat drinken, dan gaat de neus tegen de borst aan, waardoor het kindje ademhalingsproblemen zou krijgen. Daarom willen wij mannen vrouwen met grote borsten. Lijkt echt onzin te zijn, dat is allemaal onderzocht. Er is een theorie die zegt, we houden van grote borsten, want daar kan meer melk in. Is ook onderzocht, bleek niet waar te zijn. Kleine borsten geven net zoveel melk. Er is een hele ridicule theorie die zegt dat wij mannen van borsten houden omdat borsten lijken op billen. Heupen is natuurlijk ook een teken van vruchtbaarheid. En er is een theorie in die zegt, het is gewoon toeval. Er zijn vroeger hele sterke mannetjes geweest. Die waren gek op borsten, dat heeft zich geëvalueerd. En daarom houden nu bijna alle mannen van borsten. Kortom, ze weten het gewoon niet. Ik vind dat ze het eerst maar eens uit moeten zoeken hoe het echt in elkaar zit, voordat ze dat soort dingen gaan verbieden. En er zijn natuurlijk ook vrouwen, die worden het botertje gel van deze borsten. Van grote mannenborsten met, zou het zijn, cup B. En er zijn ook mensen die worden geil van handen. Die zou je dan ook niet meer op internet mogen zetten. Op social media sites. Er zijn mensen die worden geil van oren. Er zijn mensen die worden heel erg geil van hele grote neuzen. Dat zou dan ook niet meer mogen. Dus ik geef Christina Curry gelijk. Discrimineer geen lichaamsdelen. Of ze nou van vrouwen zijn, van mannen of van genderloze types. En ik hoor dat de allesmachine klaar is. Ik als geëmancipeerde man ga nu de allesmachine uitpakken.